Sony Media. Ik ben niet Aaf van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Avocado's. Ja, we gaan het over... Avocado's. Jij zegt avocado's. Ik zeg avocado's. Sommige mensen zeggen advocado's. Ja. Op slechte dagen wil ik dat ook nog wel eens zeggen. Dat kan gebeuren. Ja. Hey, weet je, maar iedereen snapt wat avocado. Je bedoelt. Avocado. Het is toch een 1A, dus een A. Ja, maar als je een advocaat A hebt... Ja, maar met een V erachter. Denk even aan aven. Stel, je hebt meerdere van mij. Dan heb je aven. Dan is het aven. Maar want meerdere van jou zou je met A-A-F-E-N doen. Je hakt het woord af na de A, dat bedoel ik. Kijk, als je advocaat hebt, dan zeg je advocaat. Ja. Maar bij avocado zeg je avocado. Dus daarom zeg je een A. Avocado. Als je het met AH schrijft, dan mag dat wel. We gaan nog wel een leuke podcast over lettergrepen maken. Nou precies. We moeten sowieso eens een keer een kleine workshop van haar krijgen. Vind ik leuk. Over taalgebruik en zo. Ja, want, zoals ik al zei, zij is helemaal niet normatief. Ik denk ik meer. Want daarom zit ik je nu ook een beetje terecht te wijzen over die avocado. Oh, maar ik voel helemaal niet terecht wijzen. Want ik voel juist heel erg dat ik mijn beleving heb van Nederlandse taal. En jij hebt jouw beleving van Nederlandse taal. Dat is het mooie aan taal. Iedereen heeft zijn eigen beleving. En sommige mensen zeggen... avocado's. Maar goed, daar gaan we het dus over hebben vandaag. Interessant. Ja, zeker. En omstreden inmiddels. Maar alles is omstreden tegenwoordig. Dat is waar. Dus eigenlijk is alleen misschien zout of zo niet omstreden. Nou, zout. Nee. Zout. Jee. Nou ja, ik las net dat de favoriete snack van Victoria Beckham is een volkoren cracker met een beetje zout erop. Nou, dan weet je echt dat je leeft. Dat is echt haar guilty pleasure. Daar moeten we ook nog een keer thema boter. Boter met of zonder zout en zo. Ja, en, dingen. Ik kun je uren over praten. In Griekenland was echt een speurtocht naar boter met zout. Oh ja? En een speurtocht naar iets waar geen vet in zit. Ze hebben bijvoorbeeld magere melk. Nee, ze houden best wel van vet daar. Daar moest ik helemaal voor naar de Lidl. Nou. Nee, want die was helemaal niet in de buurt. Maar de gewone supermarkt en zo... Nou, de gewone supermarkt in de buurt daar. Die hadden allemaal het minste wat ze hadden. Ik snap ook nooit precies hoeveel vet dan... Nee, mager is nul natuurlijk. Maar dan 1,5% en 4% of zo. Maar 0% hadden ze bijna nergens. Dat kennen ze daar helemaal niet. Hadden ze wel verse melk? Want ik vind in veel landen ook moeilijk om verse melk... Gewoon echt lekkere verse... Niet die hadden vieze, ze wel. Van die vieze... Je van die gepasteuriseerde melk die je heel vaak krijgt. Heerlijk. dat vind ik lekker. Ja. En natuurlijk zo lekker makkelijk dat je lang kan bewaren. Dus dat is... Proef je ook heel erg. Nee, dat proef je me niet. Nou, misschien niet door je koffie. Maar als je hem zo lost als een glas melk drinkt... Maar wie zou nou los een glas melk drinken? Dat doe ik heel vaak. Echt waar? Ja, dan kom ik thuis van de podcast en denk ik... Nou, er is één ding wat ik nu wil. Een lekker glaasje melk. Maar dat vind ik zo. Maar dat vind ik zo'n verkrachting van de koe. Want dan, zo is de koe. Daar is de koe niet voor bedoeld. Maar wel om het te pasteuriseren. Dan zegt op een van de manier. Duimpje omhoog. Een van de manier. Zal ik eerlijk dat zeggen, voelt echt oké. Op een van de manier voelt dat prima. Dat ik denk, dat is, en door de koffie ook. Dat is ook prima. Omdat je het dan niet zo maar vers zo puur, uithaart. Dat trekt. Lijkt net alsof je het zo uithaart. Ja. Dat vind ik. Ik vind dat een heel naar beeld. Als ik jou een glas melk zie drinken, gewoon zo. Ja, dat vind ik. Gelukkig drink ik nu gewoon een soort van oplosmelk in een oploskoffie. Ja. Hoe was je week? Nee, we gaan doen. Even zeggen wat we gaan doen. Avocado's. Dat is het thema. Dat is het hoofdthema. Als je dat niks vindt, hou maar op met luisteren. Nee, of juist wel, want misschien word je nog helemaal... gegrepen door de avocado, ja. We hebben een suikeroom. Dat is Coca-Cola Zero Zero. Ja, we hebben nog meer suikerfamilie. We hebben dus een suikertante buitenleven. Een boek van Nina Polak. Ja. Dat gaan we aanprijzen. En we hebben Coca-Cola Zero Zero. Ja. En we hebben nog een shout-out naar Moi. Dat komt ook nog. Ja, daar hebben we het. Dan hebben we een roddelblad. En de privé's is gelukkig één voor één week. En ik kan jullie nu al wel verklappen... dat bijna alle nieuws van
Jan Uriot zijn pagina komt. Oh ja? Ja, had hij, zat hij op een bommetje met nieuws? Ja, hij deze week is echt gewoon ratel één stuk door. Die tikmachine door, stond niet stil. Telex door. Die houdt niet van dit. Hebben die... ze nog een telex? Ik denk Jan Uriot wel. Vind je een oude film zo leuk? Dan komt er zo'n... Ja, en dan weet je, ja. Er is iets aan de hand. Ja. Maar dan moet eerst nog iemand helemaal ontcijferen wat er dan precies staat. En dus ja, papier, ik geloof dat op. De koning... Ja, of hij... Zo? Nee. Nee. Hij heeft de prijs gekregen. Ik kan het niet goed zien. Dat moest je dan helemaal zo ontcijferen. Heerlijk, toch? Ja, was een heerlijke tijd. Ja, ik was er niet bij, maar het was ik heerlijk. Ook niet. En dan hebben we natuurlijk een probleem. Ja. Waar we heel veel reacties op hebben gekregen. Dus dat is een probleem, ja. 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 Hoe was je week? Nou, ik ga bijna op mijn toffe reis. Oh. Dus ik ben in alle staat van opwinding. En als ik s'avonds niet kan slapen, dan heb ik nu een nieuw ding. Oh. Dan ga ik bedenken, wat als ik alleen maar handbagage mee zou nemen? Want zit ik überhaupt een beetje over na te denken, omdat al die koffers nu kwijtraken. Of niet aankomen, die... verdwijnen gewoon in een soort vacuüm. Maar goed, dus dan fantaseer ik 's nachts in mijn bed... wat zou ik meenemen op mijn toffe reis naar Amerika... als ik alleen maar handbagage mee zou nemen. En dan zie ik dat zo helemaal voor me. Zo van 3 basic t-shirts in een kleur die makkelijk te wassen is. Die met alle andere kleuren tegelijk kan. Ja. Maar niet te donker, want dan krijg ik het warm. Oh ja, nou, hou je daar rekening mee? De zon is natuurlijk warmer op een zwart t-shirt... Ik krijg dat heel warm als ik in de zomer mensen met zwarte kleren zie lopen. Maar dat is echt... het is natuurlijk een piepklein verschil. Echt een piepklein verschil. Maar zo fantaseer ik dan verder. En dan zijn 2 korte broeken, 2 lange broeken, 1 leuke rok. Een gek sandaaltje voor 's avonds uit eten. Nou ja, al gauw wordt die lijst natuurlijk gewoon enorm lang. Maar het zou kunnen, hoor. Dit past allemaal nog, zeker. Maar dan zou je heel jouw gezin dat moeten doen. Nou ja, ik reis voor ze uit. Dus, dus wat zij verder doen... misschien kunnen zij best voor mijn spullen meenemen. Ik ben een verkenner. Ik ga het Amerika met je als ware in Columbus... een beetje uitvogelen voor ze. En dan 4 dagen later heb ik het allemaal gezien. En dan komen zij. Maar ik heb ergens ook een soort hunkering... om alleen maar met heel weinig spulletjes te gaan. Snap ik heel goed. Oh, lijkt me eigenlijk zo heerlijk. En waar je altijd aan moet denken... is dat je kan alles daar ook weer kopen. Dus als je een t-shirt of iets wil hebben... dan kan je daar gewoon... Het is echt niet zo dat ze dat daar niet kennen. Het is er uitgevonden. Nee. Ja. Dus ik, het zou mij heel aanlokkelijk lijken wat jij nu zegt. Ja, ik ga notabene bij mijn zus logeren. Ik kan ook al haar kleren aantrekken. Ja. Nou ja, is een beetje onhandig, want ik ga daarna door. Dus om naar alles van haar mee te nemen. Maar... ja, mijn vader ging vroeger altijd... dan hadden ze, dus mijn vader en mijn stiefmoeder reisden heel licht. Die hadden altijd alleen maar onderbroeken mee. Brigitte Kaandorp? Nee, mijn stiefmoeder die zeg maar 34.000 jaar met hem getrouwd is geweest. Die, ik denk dat Brigitte ook prima met weinig zou kunnen reizen. Weet ik zeker. Maar zij hadden dan een washandje met Scrabble letters. En het Scrabblebord. Dat was echt extreem belangrijk. En verder alleen maar een paar onderbroeken. Oh, wat goed, en dan de hele tijd handwasjes doen. Ja, want het is kan op zich... natuurlijk prima. Hè? Als ik nou terugdenk aan wat ik in Corfu... wat ik aan heb gehad... dat is eigenlijk heel de tijd dezelfde... Nee. Nee, zwembroek, slippers. Ja, dat. Ja. Dat is echt ongelooflijk dat je eigenlijk... had het ook makkelijk met een... Maar wat het vervelend is met handbagage... is dat met die liquids, met de... dat je niet te veel vloeistof mag en zo. Kan ik dat daar is een beetje kopen, gedoe. Natuurlijk. Kan je daar ook op. Ook dat. Allemaal vloeistoffen kan ik daar kopen. Dat is waar. Het enige wat ik lastig vind... is dat je heel vaak een wasje moet doen. Dus daar moet je dan altijd aan lopen denken. Dat vind ik een beetje vervelend. Ja, maar goed, je kan ook best wel 2 of 3 dagen een onderbroek aan. Nou, ik had een vriendin vroeger... die deed altijd douchen met haar onderbroek. Dus dan ging ze onder de douche staan... deed ze meteen even haar onderbroek even, gewoon met douchegel. Gewoon flop, flop, flop. Hing ze aan de douche. Een paar uur later kon ze hem weer aan. Ze had ook nog een andere onderbroek. Ja. Ja, ik woonde een tijdje met haar in één huis... en ging altijd gewoon 1 onderbroek te drogen. Wat grappig, lekker efficiënt. Ja, en onderbroeken zijn ook niet zo heel veel... of in die koffer neemt het ook niet heel veel plek de onderbroek in. Is niet het grote probleem. Je moet geen handdoeken meenemen en zo. Nee, dat ga ik ook niet doen. Nee. Van die dus dit vind ik een heerlijke fantasie om bij te slapen. Snap vallen. Ik heel gewoon goed. Een tip. Snap ik je goed. En denk je het nou over om dat te gaan doen of dat is gewoon geen optie? Ik weet het nog niet. Oh. Ja, je denkt dus over om dat misschien te gaan doen. Ik zou het zeker aanbevelen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik eigenlijk ook wel. En jouw week dan? Nou, mijn week was prima. Ik was gisteren nog in het concertgebouw bij Umu Sangare.
Dat is een zangeres uit Mali. Ja. En mijn zus had me daarvoor uitgenodigd, Annette. En dat was hartstikke leuk, want ik was daar zelf niet 1, 2, 3 opgekomen. Nee, en zij kende er al. Ja, ja. En dat was heel leuk, want dat was Malinese muziek. En dat was heel vrolijk. En dat was heel leuk. En ik had nog eventjes voor het scheiden van de markt nog een hele goede tip. Oh. Nog een kijktip. Gaslit. Dit is op Prime Video. En dat gaat over Martha Mitchell. En Martha Mitchell was in de tijd van Nixon, van het Watergate-schandaal, was zij de vrouw van een adviseur van Nixon, van John Mitchell. Ja. En die was heel uitgesproken, die Martha Mitchell. En het wordt gespeeld door Julia Roberts. En het is een serie van, ik denk, 8 afleveringen of zo. Supergoed. Oh, heerlijk. Met Sean Penn, die je gewoon niet herkent, want die speelt die John Mitchell. Ik dacht in het begin, welke acteur is dat toch? Want hij was heel goed. En toen ineens keek ik naar zijn ogen, ik denk, dat zal toch niet Sean Penn zijn? En nou, als je nu gaat googlen Sean Penn, John Mitchell, dan geloof je gewoon niet dat acteur kan. Ja, dat kan. Dat hebben ze weer helemaal mooi met allemaal latex. Meestal als iemand dikker wordt gemaakt, zeg maar, zie je aan de rand van de kin altijd zo, dan zit net een plooi. Ja, maar ze zijn er wel beter in geworden. Ja. Dus iemand lekker aan het doen experimenteren met varkensreuzel. Mensen dik maken gaat echt top. Ja, varkensreuzel in een plastic zakje. En dat doen ze dan zo. En een beetje silipoetie erbij. Silipoetie, daar was ik vroeger zo fan van. Ik was er verslaafd aan, joh. Oh, silipoetie en dan zo op een krant. Ja. En dan haalt je af en dan stond gewoon... Had je die hele afdruk? Ongelooflijk. Nou ja, we hadden geen iPad, we hadden niks. Nee, we hadden niks. Al de silipoetie. Eerst poep en toen kwam de silipoetie. Daar kon je de krant niet op lezen. Nee. Maar op silipoetie wel. En dan in dat rode ei doen en dan zo'n beetje lekker aanduwen. En dan op een gegeven moment was het te oud, dan nam het niks meer op. Nee. Maar dan wou je gewoon nieuwe silipoetie. Ja, moest je weer 3 jaar sparen. Oh, ja, those dat were was the days, echt... my friend. Bestaat volgens mij helemaal niet meer. Nee, ik weet nog toen mijn vader uit Amerika kwam. Mijn vader ging wel eens naar Amerika voor zaken. En dan had hij Etch a Sketch meegenomen. Oh, nou, ja, dat was ook magisch. Sowieso onder mijn vriendengroep. Alsof je waren 18. Nee, toen was ik dus heel jong. Want toen was ik 9 of zo. En ik weet nog wel, Michael van Koudel, dat was een vriend van mij dan. En als die bij ons was, die zat alleen maar op de Etch-a-Sketch. Maar dat was ook een beetje een iPad avant la lettre. Ja. Het was een tablet. En dan was het eigenlijk een tablet. Maar en dan kon moest je zo... om een ronde te maken was super moeilijk. Nee, dat was moeilijk. Niet te doen. Want het alles ging in een vierkantje. Maar je kon zo heel voorzichtig. En dan kon je een ronde maken. Maar dat was hartstikke moeilijk. Je zat moeilijk. Aan 2 van die knoppen te draaien. Is het er nog? Zo rood was het? Ja, ik denk dat het nog wel zou bestaat. Zou het er nog zijn? Ja. Oh, Etch a Sketch, jongens. Oh, ja. En Silipoetie. Er zitten nu mensen voor de radio die denken... Oh ja, die verliezen een beetje urine van plezier. Ja, dat. Of ze verliezen urine van waar gaat het over? Google het maar, mensen. Etch a Sketch. Etch a Sketch, oh. Ik heb zin om nu iets mee te nemen uit Amerika... wat je alleen maar mee kan nemen uit Amerika. Ja, dat bestaat bijna niet meer. Dat bestaat dus bijna niet meer. Dat is dus ik ga op zoek naar iets uit Amerika wat je alleen maar kan meenemen. Het allerlaatste, het nieuwste. Ja, het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste. Hun kaasschaaf. Die hebben ze dan dus nee, weer die niet. Hebben ze dus. Zij hebben geen kaart. Nee, maar ik bedoel, hun kaasschaaf dus. Die zij, wat zij alleen hun daar ding, hebben, dat bedoel ik. Dat, dat bedoel ik. Hun versie van de kaasschaaf. Moet je kaasschaaf voor je zus meenemen, is leuk. Ja, dat is eigenlijk best wel. Ik moet een cadeautje voor haar meenemen. Cadeau. En het is klein, kan zo in die handbagage. Ik neem sowieso kaas voor haar mee. Zij is zo gek op kaas. En ze mist kaas. Karim neemt ook altijd kaas mee naar Algerije. Omdat ze daar ook die kaas hartstikke lekker in alle landen hebben ze gewoon niet onze kaas. Laten we wel wezen. Ja. Ja, ik wil het niet nog een keer zeggen, maar toevallig was het wel op Corfu ook bij de Lidl. Hadden ze daar lekkere kaas? Echt? Ja. Wat voor kaas dan? Kaas. Gewoon belegen boerenkaas uit Nederland. Ja. Ja. Ja? Ja, echt zo, ook zo. Het zag ook zo Nederlands uit. Gewoon zo wat raar. Ja. En jij was natuurlijk de enige die dat ooit kocht. Nee, ik denk dat daar... Nee, want die smaak vinden ze natuurlijk wel lekker. Ja. Maar op een of andere manier wordt het daar niet ingekocht of zo. Nee, ik zie nooit ergens belegen boerenkaas liggen. Nee, nee. Nou, belegen, ik hou van jong. Oh, nou ja, goed. Dat is jouw ding. Nee, ik hou niet van als het zo dat... Die stallige smaak, hè? Ja, daar ben ik dus gek op. Ja. Ja. Beetje stallig. Ja, stallig en schurkend tegen vies. Schurkend tegen goed. Ja. Maar een beetje vies is juist heel lekker. Ja, dat zijn jouw woorden. Maar we gaan het hebben over... Avocados. Avocados.
Maar dan kwamen ze in jouw leven. Ik heb het gevoel dat ze op een gegeven moment een parade binnenkwamen donderen. En dat je ineens dacht, wow. Ja, ik had dan wel eens in Amerika of zo guacamole gegeten. Maar dat was in Nederland heel lang. Had nooit iemand iets relaterend aan de avocado, toch? Nee. Ik heb geen actief... ik heb bijvoorbeeld niet zo... Nee, niet zo als een Chinees restaurant, zeg maar. Toen dat werd geïnteresseerd, dat weet ik nog echt als de dag van gisteren. Dat was in 1900, toch? De allereerste Chinees in Nederland? Chinees restaurant in Tilburg dan, hè? Ja, oké. Okay. In mijn beleving waren ze er altijd. Toen was ik 11, denk ik. Ja? En toen liep ik met mijn moeder... Ik weet niet of ik wel eens verteld heb, maar toen liep ik met mijn moeder... kwam ik mevrouw Hoes tegen. Mevrouw Hoes, Corrie Hoes, die woonde naast ons... waar ik geboren ben, aan de andere kant. En die zei toen tegen mijn moeder... zei van, ach, Toos, geloof het niet, er is hier een Chinees gekomen... Excitement. En die zit hier achter. En dat is lekker, zegt ze. En wat belangrijk is, hoeft niet voor iedereen een apart gerecht te nemen. Want je krijgt heel veel. En dan hebben we Babi Pangang. Toen begon zij al over Babi Pangang. Ja. Dat is heel erg lekker. En dan moet, oh, dat moet echt proberen. Dat zit hier achter. Dat is dus een Chinees restaurant. En dus wij waren helemaal onder de indruk. Van exotisme. Ja, wij dachten, oh mijn god. Er is iets. Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja. Dus het leven is ook nooit meer hetzelfde. Nee. Hoe vaak gingen jullie naar de Chinees? Nou, in het begin natuurlijk niet zo vaak. Dan gingen we wel een keer dan uitproberen en zo. Maar wij waren heel vaak, dat waren we op zondag. We gingen elke zondag naar mijn oma. Ja. En dan was het altijd sport om hun zover te krijgen... dat ze met ons uit eten gingen bij de Chinees. Ja. Dus dan zaten we, gaan we naar China Garden. Was dat van Afai? Goeie naam. Ja, die was de directeur van Afai, heet hij. En ze zei, mogen we naar China Garden? En dan zei mijn vader altijd, moet aan je mam vragen. Als mam het goed vindt, dan als mam het goed vindt, dan mag het. Dus gingen we naar mijn moeder en dan zei mijn moeder, nou ja, oké. En dan gingen we altijd Chinees eten. Wij aten altijd bij de Chinezen op verjaardagen. Oh ja? Ja, met alle oppassen en zo. En daar hadden we er heel veel van. Ja. En dan gingen we met z'n allen lekker bij de Chinees. Wat had jij altijd? Altijd nasi goreng met saté. Oh, nog ja? steeds als ik bij de Chinees ben. Echt waar? Ja, lekker. Je vindt niet dan... Totaal niet Chinees, maar dat maakt niet uit. Maar je vindt niet dan met die rijst zo... met die satésaus het zo... zo bij Nieuw Peking wisten ze dat heel goed klaar te maken. Nee, maar is het zo droog? Je zou denken, satésaus is nat, dus het wordt nat. Maar nou, ik begrijp wat je bedoelt. Soms heb je van die... Ja, kurkachtige satésaus. Ja, die is meer heel veel pinda's meer erin. Meer naar pindakaas neigend dan naar saus. Nee, zij hadden echt lekkere vloeibare satésaus. Oké, dat is wel fijn. Ja, heerlijk. En dan ging mijn broer altijd onder de tafel zitten gewoon bij andere mensen. Dat was gewoon zijn ding. Ja, in een restaurant dan zei hij al gauw... jongens, ik ben even weg. En dan ging hij gewoon bij een ander stel onder de tafel zitten. Toen hij 23 was of zo. Ja, dus wel op een gegeven moment opgehouden. Toen hij een beetje bekend werd, toen toen kon dat niet meer. Toen kon dat niet meer. Maar goed, jammer genoeg. Avocados. Ja, dus ik weet nog dat ik wel dan in Amerika of in Mexico een guacamole gegeven. Wauw, dit is het allerlekkerste wat ik ooit heb gehad. Want ik vind dat echt heel erg lekker. Ja. Maar toen duurde het nog heel lang voordat je in Nederland een avocado tegenkwam. En op een gegeven moment... werd je er helemaal mee dood gegooid. Ik stopte het ook nooit meer. Ik denk dat bij mij in mijn leven zit ik nou te denken... is het gekomen toen mijn moeder taco's ging maken. Oh ja. Dus mijn moeder die had dan bij de Albert Heijn... In jouw Heijn, jeugd zelfs In al. Mijn jeugd zelfs. Hey, had zij toen al avocado's? Ja. Nou, in Tilburg wel. Zit natuurlijk zuidelijker. Ja, dat is waar. En blijft naar Mexico. Daar had je van die pakken met zo vier taco's erin. Van die harde taco's, weet je wel. Van die, ja, die vind je niet zo lekker. Nee, dat zie ik aan je gezicht. Je trekt een heel vies... Ja, ik probeerde expressief te zijn. En tegelijkertijd water te drinken. En het is gelukt. Van die harde dingen. Die deed ze dan even in de oven. Ja. Dan deed ze zo'n prutje erbij maken met gehakt en zo. Ja. En dan deed ze volgens mij ook al wel... Een avocado. Een avocado, ja. Geavanceerd wel, hoor, van die tijd. Ja. Want we hebben het nu over de jaren. De jaren... Ik probeer je de jaren, niet. Ik denk dat het... 80? Ja. Ja, dat is echt... begin 80. Eind 70, begin 80. Ja, dan was er dus één avocado en die was in Tilburg. En die was bij ons gekomen, toch? Ja. Ja, ik denk het bijna wel, ja. Ik kan me wel herinneren dat daar iets had van... zure room deed ze er ook bij. Ja. En dan lekker. Kaas natuurlijk. Mm.
En dan deed je wel, nou, dan had je twee van die harde dingen zo per persoon. Ja, en dan moet je zo je, en je mond zien te krijgen. En ijsbergsla kwam toen ook op. Ja. Dat had je, ja, had je ook opkomst al... van de ijsbergsla. Ja, dat ging ook nog heel goed, ja. Knapperig. Heel en anders dan gewone dan, sla. En die ging dan in een UFO-bol van Tupperware. Om zo droog te... Nee, om het heel lang goed te houden. Dus oh. dan kon je sla en dan deed je sla wassen en zo. En die deed je in de UFO-bol. En de UFO-bal, daar bleef heel lang sla goed. Dat was een wonderbal. Nee, het was echt een bal. Ja, dat was, ja, nee, het was een kom, zeg maar, met dan zo... Ja, nee, ja, zo'n maar wel plastic natuurlijk. Ja. En dan, belangrijk is waarom het volgens mij zo lang dan goed bleef... was er een plateautje onderin... waardoor de sla niet helemaal de vloer raakt, zeg maar. Die zweefde als het die ware. Die zweefde als het ware. En daaronder ging dan water, kwam dan wel vocht. Maar daar kwam het niet tegen. Kon je gewoon later opdrinken. Ja. Ja. Als het ware een green smoothie. Maar wat ik dus wel heb, we kregen dit ook net bij de live... Ik heb natuurlijk weer te veel gelezen over avocado's. Nou ja, dat nieuws komt wel tot je, of je het nou wil of niet. Ja, ja, ik weet het. Het is weer allemaal even erg als een spijkerboek en een vliegtuig. Dus ik bestel het nu toch. Want voor mij was het altijd heel erg van... Oh, joepie, dan hoef ik geen vlees te eten. Eet ik lekker avocado. Heeft iets vleesigs, heeft iets van een bepaalde structuur en een vettigheid... die heel veel dingen niet hebben. Maar ook vettigheid. Het is bijna ook een no-no. Het is een gezonde vet. Het is gewoon... Het is een gezonde vet. Healthy fat. Zo heb ik het mezelf in ieder geval uitgelegd. Ja. Maar ja, nu denk ik dan toch van ja, nee, dat kan dus ook niet meer. Nee, als je Poetin wil hebben, dan moet je geen avocado gaan eten. Nee. Dan moet je, nee, dan moet je geen avocado eten. Nee. Maar ja, ook geen kaas, geen vlees, geen wat dan ook. Je kan eigenlijk alleen nog maar boteren met croissants. Noten. Croissant raak je denk ik weinig mensen mee. Behalve dat je er zelf moddervet van wordt. Maar dat is natuurlijk ook als je heel veel avocado eet... Ja, nee, zeker, want een croissant is 13 punten bij de weetwatjes. Ja, maar avocado's volgens mij ook best wel veel punten. Weet ik eigenlijk niet hoeveel punten het dat opzoeken? Is. Kan je dat opzoeken? Hoeveel punten zijn avocado's met één A? Avocado. Het is avocado. Punten? Ja, 2 punten. 10? Oh, 30 gram is 2 punten. Oh. Ja, er is waarschijnlijk een hele avocado 10. Ja, 10 punten, ja. Nee, want er zit heel veel vet in. Ja. Ja. Maar ja, dus ik eet het niet meer zoveel. Maar ik vind het echt heel erg lekker. Tenminste, als het precies op dat magische moment is... tussen knalhard en helemaal bruin. Ja, en het moet ook niet te veel. Nee. Bijvoorbeeld op een broodje, dan is het best lekker... maar dan moet het niet te veel zijn. Nee. Want dan denk je... Je hebt op een gegeven moment veel van die beetje soort hippige restaurants... van avocado toast. Ja. En dat je zo'n heel klein stukje toast erop lag, een soort berg. Ja. Maar in Australië bijvoorbeeld zijn ze dol op avocado. Dus alles overal waar je bent en zo. Een en al avocado. Allemaal avocado. Denk je, ja, nou ja, weet dan je kan wel. Je er ook wel echt je buik van vol. Dat ja. is ook hier... Dan heb je je buik van vol. Letterlijk. En je wil niet meer. Nee, je wil niet meer. Maar waarom kunnen ze niet hier... want de boertjes zijn toch zo lekker bezig op het moment. Waarom kunnen de boertjes niet denken van... oh, dan gaan wij in onze kas avocado's doen. Kan natuurlijk best. Ja, want dan hoeft dat niet meer van ver te komen. Nee. Dan moet er nog steeds veel water aan. Ja, aan, dat water blijft dat water een beetje blijft een issue. Dan een probleem, ja. Hè? Trouwens, over kassen gesproken waar avocado's in groeien... We hebben ook nog even een boekentip. Oh ja, dat is ook een suikeroom. Dat is Nina Polak en het boek Buitenleven. Ja, prachtige cover. Ja, hele mooie cover. Heel mooi geëtst. Het gaat een beetje over Rivka en Esse. Dat twee mensen die gaan van een grote stad willen ze naar een klein dorp. En dan willen ze denken, oh, daar komt de rust en zo. Ja. Maar het heeft allemaal toch een andere uitwerking dan ze dachten. En hun relatie... of die stand houdt, ze weten het niet. En dan is er een tv-psychiater. Die wordt er vlakbij. Ja, die wordt er vlakbij. En die komt in hun leven, onverwacht eigenlijk. En dat trekt allemaal een schaduw over de prachtige idylle... die het had moeten zijn voor Rivka en Esse. Ja, spannend. Ja, het is een page-turner met een ritmisch en prachtige stijl. Een ideaal zomerlezen dus. Ja, en zij heeft met haar vorige boeken, Nina Polak, dus ook echt al prijzen en lof in de wacht gesleept. Ze heeft Zullen niet de pletter slaan en Gebrek is een groot woord. Precies. Overal mooie recensies. Volkskrant, NRC, Trouw, Telegraaf, noem het erop. Een lekker boek voor je koffer. Je kan het boek dus gewoon online bestellen, maar ook bij de boekhandel Buitenleven. Nina Polak. Ik was laatst ergens, hadden ze een geprinte biefstuk.
Klinkt niet lekker, hè? Nee, klinkt niet lekker, maar dat geloof ik ook niet. Nou ja, het was natuurlijk niet echt vlees, want je kan echt vlees niet printen. Nee. Maar het was plastic. Het was iets met allerlei eiwitten en vervangers en zo. En dan hadden ze dus een printer en daar kwam een biefstuk uit. Ik weet niet meer waar dat was. Je weet niet meer waar je was? Nou, ik weet niet meer waar die geprinte biefstuk was. Maar je had hem niet gegeten? Nee. Ik wacht even tot de technologie nog wat verder is. Nee, maar ik heb dat soort fratsen. Gekke fratsen. Ik was ook gisteren, oh ja, toen had ik een Future Burger. Oh mijn god. Ja, nou ja, zo. Je schaamt je ook nergens voor. Nee. Het is echt wel ongelooflijk. Nee, dat was ook iets met bonen en eiwitten. En ja, ik denk bij zo'n burger altijd, ach joh, als je er maar genoeg ketchup overheen smijt, heb je het niet door. Oh ja, ja dat is geen ook vlees waar. Is. Of cocktailsausachtig. Ja, iets. Precies. En heel veel augurken. Sausje, ik vind wel altijd die tosti sausjes lekker. Daar heb ik het ook al zo ja, gehad. Welke vond jij nou ook weer zo lekker? Ja, die was van een bepaald café, toch? Ja, dan doen ze joppie-achtig en dan doen ze zoiets van zichzelf erbij en zo. Ik hou daar heel erg van. Saus. Ik hou een beetje van een zoete saus ook een beetje. Zo met tinten van zoet erin. Tinten van zoet. Ja, 30 punten. Zoete tinten. Zoete tinten erin. Maar jij hebt gisteren op een familiefeest een lied moeten zingen. Hoe ging dat? Het was zo ja, leuk. Was het leuk? Ja, goed. De neef van Gijs zijn natuurlijk master musicians. Oh, precies. En lekker met de gitaar en de accordeon. En het hele restaurant was verder leeg. Dus we konden ook echt uit volle borst zingen. Ja, precies. Ja, dat is ook wel fijn. Ja, anders dan ga je natuurlijk ingehouden zingen. Nee, want op heel veel van die feesten en zo, van die familiefeesten, daar komt, weet je wel, dan is het altijd de A's van Anus. Die en zij heeft zijn die gewoon echt goed. Van zij maken gewoon altijd echt een heel goed echt een leuk nummer. Ja, ja dat is wel, daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Ja. Avocado's. Weet je, ik denk dat het moment van de avocado wel een beetje voorbij is. Voorbij, ja, denk ik ook. Ja. Dat al die meisjes hebben er nu foto's van gemaakt voor Instagram. Ja. Die hebben eindeloos crackers met fijn gestampte avocado's gemaakt. En ik eet ze dus niet zoveel. Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee, ik ook niet. Maar we moeten naar de sterren toe. Ja. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het heel lastig, gewoon gezien de wereld. Ik doe 3 sterren. Oh, daar waren we al. Ik doe gewoon meteen 3 sterren. Ik dacht, ik ga er ook niet wachten. Ook niet, want ik denk, Laten we dit niet moeilijker doen. Nou, doe mij maar 2. Ja, ik wil even iets anders. Ja, zeker. Ga ik er net onder zitten. Ja, daarboven zitten vind ik te veel. Nee, want dan kom je bij 4. Nee, maar avocado moet gewoon een manier vinden om minder water nodig te hebben. Ja, en ik zou heel mijn leven door kunnen leven zonder ooit meer een avocado te eten. Tuurlijk, ik heb 100 jaren geleefd zonder. Ja, maar toen het nog niet hier was. Dat moeten we een andere keer bespreken. Dat is een goed thema ook. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit mijn leven af kunnen maken zonder ei. Hebben we al een keer een hele aflevering Hebben we een keer gehad? Over eieren gehad? Ja, zeker. Ja, het was een hele leuke aflevering. Oh, sector. Ja. Maar misschien kunnen we deel 2 maken. Je moet je echt even luisteren. Ei 2. Nee, maar zonder ei kan ik niet. Maar zonder avocado kan ik wel. Ja. Zonder sla kan ik ook niet. Nee? Nee, sla vind ik... Ook een echte slafanaat. Maar de rest van mijn gezin is altijd van... Waarom moet overal sla bij? Omdat mama het zegt. Ja, nee, ja, ja. Dat is jouw antwoord. Ja, omdat mama het zegt. Ik ben mama en ik zeg het. Ja. Nee, maar sla kan eigenlijk ook altijd, weet je wel. En dat vind ik belangrijk, dat je sommige dingen... kan je gewoon altijd... Dat maakt eigenlijk niet uit wanneer je het tot je neemt. En daar worden wij door geholpen door onze suikeroom bijvoorbeeld. Want die heeft nu Coca-Cola 00. Dus als je denkt... Ah, ja, dat moet er altijd bij. Ja, wel, dat is heel belangrijk. En ik trek mijn shirt uit, hè? Ja, en, ik ook. alle 2. En jij toch ook, zeg. Kom op. Nee, maar dit kan je dus 's avonds laat ook nog drinken. Omdat er zit ook geen cafeïne in en er zit geen suiker in. Nee, dat is een wonder. Ja, nee, maar het is dus nooit te laat om te genieten. Nee, daardoor. Zoals sommige mensen zeggen, it's never too late for a bit of joy. Nee. En als je dan in rondloopt die denkt, waar zijn die blikjes? Waar zijn die blikjes nou? Let gewoon op de gouden rand bovenaan het blikje. En dat is 00. Ja, Coca-Cola 00. Ja. En ik vind het een... bij mij is het een hit al. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. En we gaan naar... Het rollenblad. Oh, lekker een privéetje weer. Het is privé, ja. En... Ik had dus, dus die pagina van Jan. En ik vraag me af of niet dat niet al helemaal genoeg is. Want ik had nog een ander iets.
Maar die... eigenlijk was Jan al een meraboir. Ja, dat was eigenlijk al genoeg. Want hier hebben ze ook nog in vreemdgaan. De kwestie van vijf, is het vreemdgaan, excuus maken en verder gaan? Vaak wel, geloof ik. Ja, en heel veel, bij heel veel mensen is het dat wel. Heb jij wel zoiets meegemaakt in jouw leven, vreemdgaan? Niet met Gijs. Maar wel in je relatiecarrière. Ja. Dat er iemand vreemd ging. Ja, dat heb ik wel meegemaakt. En ging je dan wel door of was dat de dealbreaker? Het was wel het begin van het eind. Oh, precies. Ja. Precies. Maar dat had misschien niet... Dat was toch wel gekomen. Ja, dan. Daarom. Ja. Dat had daar niet veel mee te maken. Ja. Nee. Maar goed, bij Jan Uriot heeft hij dan een pagina. Nou, deze keer is het... Er zat een aha-moment in. Dat oh, ik, echt? Nou, iets wat ik gewoon echt niet wist. Dus heeft Jan Uriot me echt mee verbaasd dat hij dit aan de kaak die informatie is gekomen, nou, ja. Maar ik zit te popelen. Dat doe ik voor tot het einde. Want ik begin eerst met Peter Lussen. 63 inmiddels alweer. Ja. 63. Ja. Ja, maar goed. Wanneer was je voor het laatst op televisie te zien? Vraagt Jan Uriot. Ja, dat is meteen een nare vraag. Het is een beetje, snap je? Kom maar in, hoor. Want dat zegt niet alleen van je bent niet op tv gezien, nee, maar het is ook een beetje over je... Ik weet bij God niet meer wanneer je op tv was. Ja. Dat impliceert het een beetje. Ja, weet je nog wat de camera is? En was Nederland 3 al uitgevonden? Dat was in januari van dit jaar, zegt hij. Ja, maar nou komt het. Bij The Voice of Holland. Niet dat ik daar zelf een lied kwam zingen, maar wel met mijn goede vriend Jeffrey Schenk. Ik stond om hem te supporten achter het bekende glazen raam. Chantal Jansen vond het kennelijk wel leuk om mij weer te zien en maakte daar een opmerking over. Had van mij niet zo gehoeven, want het ging niet om mij, maar om Jeffrey. Oh, zoet. Ja, zoet. Ja, hij was dus van die familie die dan de hele tijd zo achter dat raam staat te zwaaien. Ja, maar toen dat nog kon. Ik denk dat het hem heel erg tegen zou zijn gevallen... Als Chantal Jansen hem Chantal... niet had herkend. Als er geen opmerking over had gemaakt. Denk jij niet? Ja, misschien wel een beetje. Ja, dat denk ik zeker wel. En de angst van Matthijs voor The Connection. Er wordt de laatste week een discussie over wat zich allemaal afspeelt achter het scherm bij De Wereld Draait Door. Oh ja, over dat hij zo'n hele... dat Matthijs dan zo'n kwade... Genius zou zijn en zo. En ik heb daar natuurlijk rondgelopen en zo, 15 jaar. En ik... Ja, ten eerste vond ik dat dus heel erg meevallen. Vond ik dat helemaal niet zo heel erg. Ja, hij kon af en toe zeggen wat hij ergens van vond. En hij kon af en toe zeggen van, dit wil ik niet. Ja. Maar het was nooit over ego bij Matthijs. Bij Matthijs ging het altijd over zo goed mogelijk programma. Ja. En soms dan werd je ook gek van sommige mensen van de redactie die maar bleven zeggen, nee, maar er wordt een leuk gesprek. En dan zaten we aan tafel en dan was het hem een leuk gesprek. Ja. En hij is ook door schade en schande wijs geworden door te denken, ik moet mijn intuïtie volgen. En als ik denk, nee, dit gaat niet werken, dan gaat het gewoon moet niet ik werken. Dat zeggen? Ja. En dan bleven sommige mensen aanhouden en dan... Ja, ik vond het allemaal nog aan meevallen. En ik denk ook maar dat heel jij veel... zat er ook niet als redacteur, hè? Zeker dus dat niet. Dat is heel anders als je een gast bent, dan heb je een veel fijnere rol. Ja, absoluut waar. Ja. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen van de redactie, zeg maar, die vonden het allemaal heel moeilijk. Maar die hebben er superveel geleerd bij De Wereld Draait Door. Ja. Die hebben ook geleerd dat je gewoon soms vervelende keuzes moet maken. En dat je soms mensen moet afbellen die je dacht van, oh, dat is goud. Ja. En dan en uiteindelijk was Matthijs altijd die aan tafel het goed moest maken, weet je wel. En gisteren zag ik weer, of van de week zag ik die Renze klaar. Oh, met Maxime Hartman? Dat heb ik nog met even Maxime Hartman, ja. En toen dacht ik, ja, dat, als Matthijs had dat bijvoorbeeld supergoed gedaan. Ja. En die Renze kan dat eigenlijk gewoon niet. Je bedoelt niet. Die aanvaring met die boer die hij had? En of later daarvoor. Met hemzelf. Ja, ja. Dus, want eigenlijk had Renze maar één vraag aan Maxime. Vind je het niet vervelend dat je allemaal dingen zegt over andere mensen? Ja. Nou, dan ging hij een kwartier lang dezelfde vraag stellen. Ja. En Maxime vond ik eigenlijk best, want ik wissel heel erg wat ik van Maxime vind. Dat soms gaat, vind ik het verschrikkelijk. Zwaar, soms denk ik gevoelig. Ja. Nee, maar nu had ik er wel echt een sympathie voor, want ik dacht,
ik vind het eigenlijk... Hij kon ook alleen maar hetzelfde elke keer zeggen. Omdat hij Renze Klaver elke keer dezelfde vraag stelde. Renze Klamer. Klamer. Ja, lijkt erg precies, op Jesse Klaver. En dan kwam je elke keer iemand er tussendoor met een goede vraag of met een goede opmerking. Maar die Renze, die hoorde dat helemaal niet. Want die ging daar verder niet op in. Want die heeft dan waarschijnlijk ook nog te veel zenuw of zo. Maar in ieder geval, die dacht ik, ja, daar mis je dan toch gewoon Matthijs kwaliteit. Van Nieuwkerk is natuurlijk, behalve presentator, is hij ook heel lang hoofdredacteur geweest. Ja. Dus hij heeft, en dat is denk ik heel handig om die twee talenten te hebben. Hij weet ook wanneer iets een onderwerp is. En heel veel presentatoren willen alleen maar aan een tafel zitten en presenteren. Maar eigenlijk moet je in je hoofd ook nog een soort journalistieke agenda hebben. Ja. En dat is natuurlijk een vrij unieke combinatie. Ja. En ik vind dat je dan soms, en vooral als het live is en net voor een uitzending bijvoorbeeld, en dan mag je best wel eens een keer kwaad worden op iemand. Niemand is van suiker. Ja. En ik denk ook nu dat ik denk, hoor ik ook wel heel vaak van die verhalen van en toen werd ik geïntimideerd en zo. Ja. Dan dacht ik, het is ook gewoon in werksituaties gebeurt dat gewoon wel. Ik kan daar niet over oordelen, want ik was er niet bij, maar nee. Ik was er dus soms wel bij. En dan dacht ik van, goh, dit is even onhandig en even vervelend en even naar. Maar als dingen even zijn, is het ook anders dan als het stelselmatig gebeurt. Daar kom je ook wel weer overheen. Nou, waarom Dione de Graaf er goed uitziet, staat hier 53. Dione de Graaf ook alweer 53. Ja. En dat is omdat ik zit tijdens de Tour de France altijd met mijn visagist in de auto. Ja, waarom je er dan goed uit zou zien? Die rijden gewoon in de auto met z'n tweeën. Ja, maar dan make-up ze haar tijdens het rijden? Dat lijkt mij niet. Maar wat ik echt niet wist en wat ik hier dus in lees en waar Jan mij mee verrast, is dat Dominic Grant, weet je wel, van dat duo, Forsyth en Grant. Oh ja, ja. Weet je wel? Die met dat blonde haar. Geleden, zo. Ja. Die is overleden, maar zijn vrouw, die leeft nog wel. En die vertelt daarin van, goh, dat hij allerminst vergeten is. Zeker niet door de familie Vroeger, want hij heeft Tante Leen en dat beeld van Johnny Jordaan gemaakt. Grappig. Weet je wel, dat beeld dat daar op de Elandsgracht. Ja. Maar hij was een kunstenaar. Oh, hij was ook beeldhouwer. Alleen, ik heb nooit geweten dat hij ook die beelden maakte. Nee, ik heb ook nooit naar dat plakkaatje gekeken of zo wat erbij zit. Nee, omdat je fietst er langs. Ja, en dan denk je, oh leuk, maar... Ja, maar ik vond het zo wonderbaarlijk dat hij de maker is van dat beeld. Ja, sommige mensen zijn multitalenten. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, zo moest ik bij Mohi. Ja. Dat is een leuke app. Ja. Moest ik een omschrijving van mezelf geven. En heb ik... Voor je bio. Allround entertainer. Ja, dat vond ik wel leuk. Dan dacht ik, hoef ik niet alles helemaal zo... Nee, maar dat is wel gewoon een lekkere samenvatting van wat je bent, toch? En een beetje ironisch, hè? Het is niet dat ik echt denk dat ik een allround entertainer ben. Want dat vind ik meer... Nee, maar dat vind ik toch meer... Wie is een allround entertainer? Dat vind ik toch bijvoorbeeld meer... Klambassie en ik. Maar, ja, dan ben je er wel. Maar Mohi, daar hebben we eventjes... Even een leuke shout-out. Ja. Ze geloven heel erg in een gezonder online dieet. Dus niet eindeloos dom scrollen, maar juist dingen oppikken. En dan, hé, die serie ga ik kijken. Hé, die podcast ga ik luisteren. Ja. Hé, dat boek ga ik lezen. Ja, want Mohi, daar kun je tips op vinden. Ja. Van... Tip-app. Ja. Van andere mensen. Ja, onder andere van ons. Ook van ons. Ja. Ook van God weet wie. En dan zeggen ze van, weet je waar ze naar moet kijken? Weet je waar ze... Ja. Dat is leuk om te lezen. Dat ze, dus dan denk dat je van, vaak... oh, die en die geloof ik wel. Ik ga precies die tips opvolgen. Ja. Echt heel handig. Ik ben gek op tips. Want er komen wel eens mensen met tips naar me toe. Denken, oh ja, ga kijken. Maar leuk dat je dat zegt. Maar dat is een goede tip om niet te kijken. Dus, dat is ook belangrijk. Snap je, dat soort mensen heb je ook. Dus wij hebben tips gegeven. Heel veel andere mensen hebben tips. Ja. Journalisten, CEO's, artiesten en wetenschappers. Ja, allerlei tips. Dus download de Mohi-app. Dus M-O-H-I. Ik had bijvoorbeeld de podcast van Chris Baeyema, Man met de microfoon. Die heeft nu een hele leuke mini-serie met mini-romcoms. Waarin mensen vertellen hoe ze verliefd zijn geworden op hun partner. Ja.
Oké. Heel erg leuk om naar te luisteren. En ik had als tip, Auschwitz. Dat is de documentaire van Oeke Hoogendijk over haar moeder. En dat vond ik fascinerend. Ik vind alles van Oeke Hoogendijk... Ik wil die film heel graag zien, ja. Ik vind alles van haar heel goed. Ja. En dat is zeker een tip om naartoe te gaan kijken. Want die draait nu in de bioscopen. Ja, fijn tip. Dus als je meer tips wil, download de Mohi-app. Ik maak nu een gebaar met Jij mijn hand. Jij gaat per week meer erger op Joan Didion lijken. Ja, het is echt waar. Nee, dat is zeker niet erg. Wat zou ik graag eruit zien als Joan Didion? Ja, ik ook. Zo heel mager en breekbaar. Ja, maar zo een sigaret in je mond. Ja, maar zo heel classy. Zo, California classy. Ja, zo heel. Ze hadden ook zo'n huis aan de zee en zo. Schei uit, man. Die hele lifestyle. Hele goede foto's en dan zo'n grote bril. En altijd dan eten bij het Beverly Hills Hotel. Ja. Met vrienden. Ja. Ja, oh, hooggeplaatste uit de film en andere industrieën. Heel erg fijn. We gaan naar het probleem. Ja, we gaan naar het probleem. Beste Aaf, ik ben sinds 1996 bevriend met een Amerikaanse met wie ik ondanks de afstand altijd lief en leed deelde. Eerst live, toen ze nog in Nederland woonde, en daarna via de telefoon en korte vakanties samen. We hadden veel gemeen, onder andere dat we allebei doorgaans single waren. In de coronatijd zoomden we en hoorde ik af en toe iets over we. Ze bleek verkering te hebben, maar wilde er verder niks over zeggen. Ik kwam er door hints, zoals ik moet zoveel brood kopen tegenwoordig, achter dat ze al samen woonden. Ik vind het leuk voor haar, maar ik kan slecht tegen heimelijkheid. Ik word er een beetje paranoïde en verdrietig van. Vorige week wisselden we na een lange pauze weer berichtjes uit. 2 dagen later zag ik op Facebook dat ze getagd was door vrienden die foto's plaatsten en zeiden dat ze zo genoten hadden van haar bruiloftsreceptie. What the fuck? Ik ben hier zo van in de war, niet om het trouwen, maar om het zwijgen erover, dat ik niet weet wat ik moet doen als we elkaar de volgende keer spreken. Moet ik wachten tot ze het zelf vertelt? Of mijn verwarring uitspreken en misschien overkomen als een afgunstige single? Wat raden jullie me aan? Ja, dat is echt wel een beetje schrikken natuurlijk. Ja. Ja, als je dat op Facebook ziet bij anderen. Ja, ja, dus dit gaat over 2 vriendinnen. Dat vroegen mensen zich nog af. Van, is het een vriend en een vriendin? Of is er mogelijk een liefde in het spel? Nee, het zijn gewoon 2 vriendinnen. Die hebben een platonische relatie. Vriendschap al heel lang. Ja, en dan kom je erachter dat de ander getrouwd is. Ja. 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 Ja, ik zit nu misschien te veel in te vullen voor die andere vriendin. Want dat moet je natuurlijk eigenlijk nooit doen. Maar ik denk dat zij dacht dat het misschien pijnlijk zou zijn voor haar vriendin of zo. Ja, het is natuurlijk helemaal geen goed praten van dit verzwijgen, hè? Ja, het klinkt gewoon een heel klein beetje alsof zij alle 2 een totaal andere kijk op hun vriendschap hebben. Ja, ja. Want trouwen is zoiets groots in je leven. En sowieso een belangrijke relatie krijgen moet je wel even mededelen, lijkt mij. Sowieso dat, maar als je dan ook nog gaat trouwen en je... Kijk, ik denk altijd bij zulke soort dingen... dat boek van He's Just Not Into You. Ja. Weet je wel, dat iemand... als je denkt, goh, waarom belt hij me nou niet terug? Bekende zin uit Sex and the City. Ja. Doe mijn telefoon het wel, misschien is hij daar... Nee, hij belt niet, omdat hij gewoon dat niet wil. Ja, anders zou hij wel bellen. Ja. Dus let it go. Ja. En dat hier natuurlijk ook een beetje. Ja. Als zij niet vertelt dat ze gaat trouwen, als zij al de grote dingen in haar leven niet met je deelt, dan doet ze dat omdat ze dat niet wil. Ja. En dat is heel vervelend. Ja, heel naar. En naar. Maar we hebben ook in deze rubriek al een paar keer mensen gehad die bijvoorbeeld zeiden van, goh, in de vriendschap, ik zie het niet zo zitten. Hoe moet ik dat doen? Zal ik het maar dood laten bloeden? Of moet ik het zeggen? En zo. En dit lijkt een beetje de andere kant van de medaille die we nu die bespreken. Denkt, ja. Ja, wat is er aan de hand? En ik denk dat de ander juist probeert om afstand te nemen. Ja. Want een trouwerij is... Ja, echt al heb iets. Je diegene niet uitgenodigd, ze wonen natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Maar je zegt toch wel van, hey, by the way, ik heb je 2 maanden niet gesproken. Ik ben intussen getrouwd. Ja. Ja, dat moet je gewoon wel zeggen. Ja, en als ik heel eerlijk ben, vind ik het van aan de andere kant ook een beetje typisch. Dat je zegt, goh, ze laat wel hints vallen van, ik moet zoveel brood kopen en zo. Maar, dan, maar ze zegt niet tegen mij dat ze samen woont. Maar in een vrije relatie, vrije vriendschap, zou je toch zeggen, maar hoezo, zoveel brood kopen? Heb je, dan, het lijkt net alsof zij allemaal hint en zij thuis een beetje zitten puzzelen, maar dat zou dan moeten betekenen dat... Ja. Terwijl ik denk,
zeg het gewoon, ja. Praat het gewoon, vraag het gewoon. Ja. Zeg heb je gewoon, een relatie? Ik hoor dat je getrouwd bent. Nou, zie ik op Facebook dat je getrouwd bent. Vertel, want dat vind ik eigenlijk jammer dat je het niet hebt gezegd. Want we hebben zo'n... Dus je zou daarin jezelf heel veel pijn en moeite kunnen besparen... door daarmee iets dapperder te zijn. Door dat door het toch, gewoon te zeggen. Toch te zeggen, ja. Ja, ik zou er ook wel echt over beginnen. Want anders wordt dit een schisma waar je niet meer overheen kan op een gegeven moment. Dan gaat er een ravijn ontstaan tussen jullie. Want dan ben jij dingen aan het verzwijgen en is zij dingen aan het verzwijgen. Ja. Dus dat moet je volgens mij doorbreken nu. En dat is natuurlijk nu met Facebook. Want ik heb zoiets, een klein beetje zoiets ooit aan de hand gehad. Dat met een vriend een soort beetje ruzieachtig had. En toen dreigden we weer een beetje goed te komen. Dat zeg maar. Dreigde? Dat dreigde, nee. Maar toen hij, ik zocht, toen of hij zocht, dat weet ik niet meer in ieder geval. En toen hadden we weer, dat ik dacht, oh nou ja. En toen bleek ineens dat hij de week erna of daarna zou gaan trouwen. En daar zei hij verder niks over. Was ook een beetje en daar dit. Was ik ook niet voor uitgenodigd. Ja. En terwijl toen zag ik later op Facebook dat nou Jan allemaal met wie die ooit in de lift had gestaan, die was uitgenodigd. En ik, die al jaren met hem een vriendschap had, dacht ik, nou ja, nee, ja, dit moeilijk, zie hè? Wel, dit moet ik gewoon niet doen. Ja. Dit is gewoon een toxic relatie. Ja, moet in ieder geval is het niet gelijkwaardig. Dan. Nee. Dus ik denk dat het op zich wel een goed idee is dat ze gewoon, of heel eerlijk nu vraagt van, goh, wat is er precies aan de hand? Want ik voel me daarin buitengesloten. En aan de andere kant... Ja, maar moet je erbij zeggen, want ik voel me daarin buitengesloten. Je zou het ook nog wat opener kunnen zeggen en zeggen van... Ja, heel gek, maar ik zie op Facebook dat jij getrouwd bent. Vertel. Want dan zit er ook geen beschuldiging verder in. Nee, maar toch? Ja, je voelt je natuurlijk wel buitengesloten. Ja, dat is een beetje, dan zou je een beetje gaan spelen van ik voel me... Van ik ben zo'n opgeruimde, gezellige vrouw. Het maakt me allemaal niks uit. Nee, dat is gewoon niet zo. Maar het is niet zo, want je bent daardoor gekwetst. Ik vind het jammer dat je het me niet hebt verteld. Ja, goh, maar vertel. Dus... Ja, moeilijk, hè? En aan de andere kant dus... She's not that into you, zou ik dan ook denken. Dat ik denk, goh, misschien moet je het ook laten gaan. Nou, het enige wat ik nog wel dacht... want het is echt een probleem met volgens mij heel veel verdiepingen. Mm-hmm. Het is met een Amerikaanse. En het is wel zo dat Amerikanen iets minder dan Nederlanders... zo Nederlanders zijn van, jij bent mijn vriend van toen ik 5 was... en ik hou jou vast en ik nodig je uit. Terwijl Amerikanen verhuizen heel vaak. Ze wonen dus blijkbaar hier. En toen gaan heel makkelijk, precies. En dan maken ze nieuwe vrienden, hebben ze weer een nieuwe cirkel. Dus misschien is voor haar dat trouwen ook zo van... ja, dat doe ik hier in Amerika. Dat is met mijn vrienden en familie hier, waar ik nu woon. En niet al mijn buitenlandse vrienden van 96. Nee, dat je ze niet uitnodigt, nee, dat maar je snapt moet iedereen. Vertellen. Maar dat je het niet vertelt, dat, je, dat zij dus heel haar... iets helemaal apart houdt. Relatieleven, zeg maar. Helemaal buiten die vriendschap houdt. Ja. Dat is natuurlijk echt eigenaardig. Nee, dat klopt niet. Nee, dus het is gewoon belangrijk om het toch te gaan zeggen. Want anders ben je allebei dingen aan het verzwijgen. Ja. En dan slaat die vriendschap op den duur echt helemaal nergens meer op. Nee. Dat, of eigenlijk gewoon per direct al precies, niet meer. Dat moet je onderzoeken. Ja. Heeft die vriendschap voor jou nog zin als zij dit soort dingen blijft verzwijgen? En misschien... Of denk je, ik vind het leuk om af en toe met haar te praten. En dan en het is ver weg, dus dat huwelijk gaat jou verder ook niet direct aan in je contact. Zin, nee. Dus je zou ook kunnen denken... Ik vind het leuk om af en toe met haar te praten. Ja. Ik vind het niet erg dat zij dat soort dingen niet tegen mij vertelt. Het is een soort andere vriendschap geworden dan ik dacht dan we hadden. Ja. En daar kan ik ook mee omgaan. Ja. Maar je moet het voor jezelf niet pijnlijk maken. Nee, en als je merkt dat je elke keer met een soort van rot gevoel die gesprekken ingaat... dan is die vriendschap gewoon niet meer fijn. Precies. Ja. En, je moet het, en daarin moet je jezelf niet persoonlijk afgewezen voelen... doordat ze je niet heeft verteld over dat huwelijk... Want anders dan maak je het voor jezelf echt te pijnlijk en te zwaar. Maar je moet het wel opwerpen. Ja. Ja, denk het ook. Ja. Dit rotte schimmeltje moet eventjes... Ja, want anders blijf je daar. Ja, want blijf alles wat er gebeurt daarna, komt dat huwelijk weer terug. Ja. Nou, Dat was het, hè? Dat was het. Ja. Woensdag is Podimo. Ook weer een nieuwe aflevering. Ja, en, in de app. En wij zijn volgende week dan weer terug. Oké, tot dan. Doei.